Yes, daar zijn we weer mensen met vlog nummer 2. Vandaag gaan we het hebben over hoe ik bijna 11 jaar geleden mijn rug brak op nota bene 2 plaatsen. Ik zal een beetje vertellen hoe dat kwam. Vroeger deed ik American Wrestling, dat show worstelen, weet je wel, harder op de grond stampen dan dat je je tegenstander raakt. En daar waren we heel fanatiek in. En zoals jullie weten is van tevoren altijd afgesproken wie gaat winnen, bla bla bla. Er zitten wat vaste scenario's in. Ik heb het altijd omschreven als een gewelddadig toneel, zeg maar. Nou, we zouden een finale move zouden wij voorbereiden. Gingen wij voorbereiden tijdens de training. Ik zou in iemands nek zitten, iemand anders zou me eruit stoten en ik zou plat op mijn rug vallen. Nou, aantal keer geoefend en dat ging goed. Dus op een gegeven moment, en nu ga ik me echt oud voelen. Op een gegeven moment zei ik tegen een vriend van mij, ik zeg, film het even. Dan kunnen we voor de show, kunnen we even terugkijken en film het even waarom ik me oud voel. Toen waren de cameraatjes pas uit op een telefoon. Dus hij filmt en precies op dat moment klap ik dubbel. Degene waar ik in de nek zit, die moet mij een beetje afzetten. En dat ging net iets te hard. En degene die mij sloeg, die sloeg ook net iets te hard. Dus ik ben volledig dubbel geland op mijn nek. Mijn knieën hebben net mijn hoofd gemist. Dus die zijn hier naast mij op de grond gekomen. En toen had ik mijn rug gebroken. In eerste instantie veel pijn, kan ik rustig zeggen. Ze zeggen altijd, een kneuzing doet meer pijn dan een breuk. Nou, dan ben ik blij dat het niet gekneusd was. Ik had daar 20 minuten op de grond gelegen. Nou, pijn. Toch naar mijn rug gekeken, de vrienden dan. En er zat toch al een bult op mijn rug. Maar ik was er ook niet meer helemaal bij. Op een gegeven moment zei ik, hoe laat is het? En toen... Even uit mijn hoofd. Volgens mij was het 9 uur en ik moest om 9:15 moest ik naar gitaarles, want ik maakte vroeger ook muziek. En zijn mijn auto geheist, ik naar gitaarles. Nou, daar ging natuurlijk helemaal nergens over. Helemaal van padje af, mijn toenmalige vriendin vergeten op te halen van het station. Pluspunten. En eigenlijk heel erg goed geslapen. Dat was eigenlijk nog verbazingwekkend. Maar ik woonde nog thuis, dus de dag erna moest ik naar huis. Want ik ben toen bij mijn vriendin blijven slapen. Toen moest ik naar huis en ik geef het gewoon openlijk toe. Ik heb onderweg eventjes, ik ben even gestopt om gewoon ouderwets te janken. Ik had zo'n pijn, ik echt moest janken. Maar ja, voor degene die... die een beetje een pittige moeder hebben. Je weet hoe het is dat je daarna nog langs je moeder moet. Dat ging goed. Eenmaal thuis heel stoer langs mijn moeder lopen. Zo, ik ga even naar boven. Maar na 10 minuten, kwartiertje, het was niet te houden. Dus ik zeg tegen mam, kijk eens naar mijn rug. Ik ben gevallen en doet echt pijn. En dan wees zij ook naar een bult op mijn rug. Dus... toen zijn we toch maar even naar het ziekenhuis gegaan, hebben foto's gemaakt. En toen kwam erachter dat mijn rug op 2 plaatsen gebroken was. En ik weet nog goed, ik was boos. Want mijn eerste reactie was, toen ze zei aan meneer Kuipers, uw rug is gebroken. Mijn eerste reactie was, dus ik mag morgen niet gaan werken. En toen zei ze nee. En ik weet dat ik ontzettend kwaad was dat ze mij niet vroegen wat voor werk dat ik deed. Nou ja, lang verhaal kort. Het was, zes weken in bed liggen. En dat was hel. Je gaat van 6 keer in de week sporten. Ga je naar 7 dagen in de week plat in bed liggen. Dat was een mentale knak. Gedacht dat ik nooit meer zou kunnen sporten, iets kunnen tillen. Nou sta ik hier lekker in mijn weilandje, pas gemaaid, pas hooi geperst, alle hooi pakken lekker op de hooizolder gegooid. Ik kan het wel waarderen, moet ik zeggen. Sport heeft er lang niet in gezeten, echt. Ik ben toen...
in de muziek gestort. We hebben toen een bandje gehad, speelden veel cd's gemaakt. Leuk. Maar het kroop toch wat niet kan kruipen, blijkbaar. Dus ik moest iets gaan doen weer in de vechtsport. Toen ben ik MMA gaan doen. En dat ging niet. Er was 3 weken trainen, 3 weken kromlopen. Dus daar heb ik al 2 wedstrijden in gedaan, maar dat ging niet. En ik heb altijd een beetje voor de conditie, naast het showworstelen, heb ik altijd een kickboksen gedaan. En 1 keer in de week, weet je wel, niet serieus. En toen dacht ik, dan ga ik dat wel doen. Nou, ik ben afgesmeerd geworden. Onder andere door mijn teammaatje Sam, als je dat hoort. En ik kon dat niet hebben. Dus ik ben eigenlijk uit pure frustratie en irritatie ben ik dat blijven doen. Ben ik door blijven zetten. Ik denk, totdat ik jullie afsmeer en dan stop ik. Ja, en toen ben ik op een gegeven moment overgestapt van Weert naar Eindhoven trainen. En toen zei de trainer tegen mij, je hebt de capaciteit om A-klasser te worden. En ja, dat was wel gek. Ik was 27, dus kan ik nog prof worden. Ja, heb ik gezegd, als jij dat serieus meent, dan ga ik er volle bak voor. Toen ben ik echt keihard gaan trainen. Ben ik 6 keer in de week gaan trainen weer. Volle bak. Personal trainingen genomen, alles. Maar op een gegeven moment liep dat fout tussen die trainer en mij. En ik was B-klasser, semi-prof voor de mensen die niet weten wat het is. En toen, ja, wat dan? Toen heb ik een beetje met mijn ziel onder mijn arm gelopen. Ik heb even bij Andy Sauer getraind, even bij Nicky Holsken getraind. Maar die jongens die hadden geen trainers overdag. En ik had toch echt wel trainers nodig overdag. En toen ben ik overgestapt naar Team Gunjar, waar ik nou voor vecht. En hij heeft me naar de A-klasse gebracht. Dus mijn droom is in vervulling gegaan. En niet alleen dat. Ik heb inmiddels een Europese titel gehaald. Ik heb inmiddels een paar goede jongens kunnen verslaan. Eigenlijk is de boodschap een beetje, ik dacht dat ik alles kwijt was. In ieder geval qua op sportgebied. Ik heb doorgewikkeld, doorgebeten. En nou ben ik waar ik ben. Nou ben ik Mitch de Farmer Kuipers, A-klasser. Ik ga aanstaande zaterdag mijn 6e A-partij knokken tegen een getalenteerde jongen. Ik kijk daar heel erg naar uit om weer een krachtmeting aan te gaan. En dus we gaan zien hoe het loopt. Dus de volgende vlog zal onder andere gaan over over de wedstrijd. Maar ik wil hem ook, want anders gaat het wel heel lang duren. Ik wil hem ook erover laten gaan wat voor mentale processen dat ik door heb gemaakt tijdens mijn revalidatie toen ik mijn rug brak. En hoe ik van een klote situatie iets positiefs heb weten te maken. Dus mensen, abonneer alsjeblieft op mijn vlog, zodat je op de hoogte blijft van mijn wekelijkse video's. Nogmaals, volgende week dan gaan we het hebben over de wedstrijd en over de mentale processen die ik door heb gemaakt toen ik mijn rug brak. Mitch de Farmer out. Oes.